Nou, hij is nu gesmolten. Wat we nu gaan doen is dit erin gooien. En dan gaan we dat nu doen. Nou, gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pat. Ik heb net een lekker bakje koffie neergezet. Ik ben al een tijdje eigenlijk wakker, maar ik was even druk bezig met editen. Dus het moet ook weer gebeuren. En zo, een beetje last van mijn keel nog. Ik vind het zelf dat het eigenlijk wat minder aan het worden is. En ik ga hem dadelijk even naar de supermarkt. Want ik ga even een paar dingen halen. Kwark. En nog iets. En ik wou eigenlijk vandaag zuurkool eten en dat doe ik een andere keer. Dus ga ik even gewoon even pizza halen. Mag ik ook een keertje. Dus ik kan het linken, want ik heb daar best wel trek in. Dus ik ga maar even sowieso naar de winkel. Wat gaan jullie wel zien. Richting het centrum ga ik even wat dingen halen. Zoals kwark, slagroom. En eten voor vanavond. Ik wou eigenlijk zuurkool eten. Ik dacht, nou, ik heb niet echt zin om echt te koken vandaag. Wat ik al heb gemeld dat ik iets even makkelijks ging halen. Dus dan ga ik dat ook even doen. En dan gaan jullie al zien wat. Maar ik weet nog zelf nog niet wat. Ik zou eigenlijk denken aan een pizza. Maar ja, dan gaan jullie nog wel zien wat het wordt. En volgens mij is Jumbo open, dus ga ik even naar Jumbo. Want Appie in het centrum is niet open. Dat vind ik wel best jammer. Maar ja, ik kan niks meer doen. Maar ik heb een tasje bij me. En dan gaan we maar even snel gaan. En ik ga vandaag iets even iets leuks doen. Als het lukt. Maar dan ga je er zien, want het is een beetje een rare dag. Het is niet echt warm, maar ook niet koud. En het zonnetje schijnt. Gelukkig. Daar zo. Ja, heerlijk weer. Prachtige dag. Morgen wordt een super tof dag ook. Dus ik heb al nu al zin in morgen. Hier gaan we allemaal zien wat allemaal gaat gebeuren. En het wordt super, super, super leuk vlog. Kan ik jullie aanraden. Dus dan gaan we snel naar het centrum. Maar laten we snel maar gaan. Nou, ik heb nu echt alles bij me, maar ik heb wat extra's gekocht. Maar ik zit er denk ik geen eten gehad. Jongen, ik heb zo wakker, heb ik alles, maar geen eten voor vanavond. Ik denk dat ik gewoon even weer wat makkelijks eet. Ik heb niet echt zin om te koken eigenlijk. Oh wacht, ik heb nog boontjes. Ik heb gewoon boontjes vanavond. Simpel. Maar ik ga dadelijk wat maken. Ik heb chocomel gehaald. Want ik dacht, ik wil even echt een keer ik ben een tube van chocomel vergeten, maar het maakt niet uit. Het kan ook gewoon warm chocomel zijn, het is wel lekker. Oh, het is wel lekker. En dan doe ik lekker in de magnetron en dan lekker warm. Hopskidee. En dan ga ik maar nu richting huis toe. En dan lekker iets dadelijk maken, maar dat gaan jullie nog wel zien. Maar ik heb nog meer dingen te doen, zoals afwas. Dat wat ik al eerder heb gemeld. Ga ik gewoon eerst even avondeten en daarna afwas. Plus ik heb nog wat dan afwas voor koken erbij. Dus ik doe gelijk alles in één keer. Dus ja, dat is wel handiger dan elke keer de hele tijd lopen afwassen. Ja. Dus, maar dan gaan we dat even doen en dan gaan we nu maar richting je huis toe. Laat ik zo misschien wel zien wat ik heb gehaald. In ieder geval sowieso enige spullen wat ik eigenlijk nodig heb voor een kwarktaart te maken. En dat ga ik eigenlijk maken. En dan ga je los. Alles sorteert, kleren, handdoeken, witte handdoeken en andere handdoeken. En de ondergoed en sokken heb ik allemaal sorteerd, want waarom? Ja, en ik zit te kijken. Dan best even in de kast plus erbij kijken. Heb ik kleren nodig. Kleren liggen hier genoeg, hè? Ja. Kleren kan sowieso even wachten. Ga ik eerst handdoeken. Maar even. En ondergoed. De ondergoed is ook niet zo erg nodig. In ieder geval handdoeken eerst even wassen.
Dus dat en dat. En als het goed is, is het bijna op de. Ga ik even gaan kijken. Ja, volgens mij moet ik echt een nieuwe halen. En deze, oh, die is nog aardig vol. Dus. Maar ja, dan ga ik eerst even de handdoeken wassen. En daarna de witte. Daarna ondergoed en de kleren als laag. Doe ik dat wel. Maar dan gaan we dat nu doen en dan jullie zien dadelijk de shots. Dus zie je nu jullie nu. Met nu de kortdata maken, maar ik moet eerst die boter laten smelten. Daarna kan die bodemmix doorheen. En ik heb toevallig dan net dit erop gedaan. Er zit wel een scheur in. Jongen. Maar ja, maakt niet uit. En hij moet dan smelten en dan daarna gaat de bodemmix doorheen. Ja, hij zit er nou zo uit. Kijk maar. Hoppakee. Maar ja, dan gaan jullie zo meteen dat hij helemaal gesmolten is. Dan zien jullie het dadelijk weer. Ja, dus zo meteen. Nou, hij is nu gesmolten. Wat we nu gaan doen is dit erin gooien. En dan gaan we dat nu doen. Nou, ik heb hem nu open en dan gaan we hem maar erin gooien. Zo. Hoppakee. Oh, er zit nog wel een beetje in. Zo. Dan gooi ik maar wat bij plastic en dan gaan we maar roeren. Want hij moet heel dik worden. Als ik goed heb. En ik zet even vuur wat lager. Voor zekerheid. En dan gaan we maar wachten. Hier. Zo. En dan gaan we er nog even verder roeren. Ik ga je dadelijk zien in die ding. Zo, en dan gaan we maar nu hier ingooien. Hoppa, oké. Zo. Dit kan bij je afwas. En ik heb wat anders. Die ook, kan ook weer alvast. Dan heb ik deze. En dan kunnen we hiermee kunnen we uitsmeren. Wacht, dat gaat niet echt werken, dan doe ik gewoon met deze. Met een lepel, dat kan ook nog. Dat was beter. Ja, dit is beter. Het is wel beter. Zo. Ja, dat was de. Even zo. Oké, zo, volgende, dat is, matig massa en druk dit stevig aan. Zo, een beetje stevig aandruk erbij. En dan, moet ik mixen. Dit moet ik mixen met kwark. Als je goed hebt. Doe 500 gram water. En dan gaan we dat even pakken. Dan gaan we dat even klaarleggen. Dan gaan jullie zo verder zien. En dan gaan we nu even 400 water in doen. Ik heb hier maatbeker. 400 gram water. Zo.
400 gram water. En dan. Zo, en doe slagroom. Nee, doe. De kwark. Kwark dus. Ja. Zo, even kijken. Pak even een lepeltje. Zo. Ook klaar en dan slagroom. En dan mag er ook alles van in. En dan mag ik mixen. Dan haal ik deze eruit. En dan pak ik spullen ervan. Mixapparaat, waar is die? Waar ben je? Zo, doe eraan en dan gaan we mixen. En dan hoor je gewoon eigenlijk geluid eronder. Weet je wat we doen? Let's go met de muziekie. Souls begin to intertwine, your heart of gold so pure, divine, and I lost myself within the fire, breaking free from my desire, a heart of gold forged to inspire, it's starfire. It's starfire, 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 starfire. Zo, hebben we dat gedaan. En dan gaat dit erin. Pak ik alleen een mesje. Ja, het is een beetje wat vuil is, maar maakt niet uit. Om open te maken. En dan gaat dit erin. En dan gaan we ook weer weg. En dan gaan we weer muziek erin doen. Met... souls begin to intertwine, your heart of gold so pure, divine, and I lost myself within the fire, breaking free from... So? What we nu gaan doen... is het hier allemaal ingooien. En ja, draai ik even zo.
Oh, prachtig. Oh, smaakt goed. Smaakt goed. Maar je moet ik even weer een lepeltje hebben. Mag ik eentje omspoelen? Lekker jongens. Ik heb nu al trekken. En Glenna, als je kijkt. Jij krijgt ook gewoon een stukje hoor. Zo. En dan zijn we weer klaar. En dan gaan we voor de rest. Gaan we hem in de koelkast zetten. En dan ga ik er even ruimte maken voor in de koelkast. Maar kijk. Ik alles hierin. Maar jij gaat weg. Zo. Ja. Water kan weg. Zoek ik ook hierin. Oké. Hoppakee. En dan zijn we klaar. En dan alleen maar wachten. En dan ga ik lekker relaxen, op de computer zitten. En voor de rest zie ik wel wat ik ga doen. Nou, Basje is trouwens klaar. Camera staat al klaar. Alleen even uitruimen en dat gaan jullie ook allemaal zien. Daarna ga ik even witte was erin gooien. Dat gaan jullie ook wel zien. Dus ja, dat ga je nu zien. Nou, ik heb even net gordijn open gegooid, want het was nog een beetje te erg donker. Lekker mijn kerstmuziekje aan. En deze moet ik alleen nog veranderen, maar dat ga ik zo nog doen. Dus. Maar ja, wat ik eerst ga doen is even scheren, moet ook gebeuren. En wat ik wel echt super veel zin in heb, is morgen. Echt, ongelooflijk, super super veel zin in. En jullie gaan het allemaal morgen zien. Dus. Ja. Laat even weten of jullie ook zo benieuwd zijn voor morgen. Ik wel in ieder geval. Maar dan gaan we nu even scheren. En daarna ga ik een shot van buiten nemen. Dan gaan jullie dadelijk zien.
Ik ben nou met eten bezig, zoals jullie zien. En dan ga ik maar even eten. En daarna even die alvast even doen. Maar dan gaan jullie ook allemaal zien. Deze ook allemaal voor deze afwassen. Die kan opgeruimd worden, die kan eruit. Die kan erin. Zo. Het wasje gedraaid, zoals jullie hebben gezien. Een mooie shot hebben genomen, wat jullie ook wel hebben gezien. En dan ga ik maar wachten tot het eten klaar is. En dan even eten. Wat je ook gaat vast gaan doen, is even alvast het bord klaar zetten voor het eten. Oh, daar ben ik druk bezig geweest. Eigenlijk heb ik heel veel dingen gedaan. Nou, vond ik gewoon mee. Maar ik heb dadelijk wel wat te doen. En dat is editen, een beetje. Maar morgen heb ik niet, denk ik, niet zoveel tijd. Maar morgen moet ik ook schoonmaken en alles. En ik heb morgen iets, maar dat gaan jullie morgen zien. En dat ga ik denk ik even daarin gooien. En ik ga sowieso even alvast, dan heb ik het, dan hoef ik dat morgen niet te doen. En ik zit eigenlijk aan nu te denken, ik kan morgen of vandaag ook even schoonmaken. Betrapt. Jij! Doe eens dat niet. Ga eens naar de woonkamer. Ga eens naar de woonkamer. Ja, lopen. Goed zo. Dat weet je. Ik hoor hem even dat hij even afleert. En dat is ook een beetje fout voor mijzelf. Dat ik die deur even open heb gelaten. Maar ik vind het een beetje zonde van die mat dat hij daar aan zit te krabben. Vandaar. Dan heb je gewoon een paal voor die daar staat. Die daar. Daar. Dus, en ik wou muziek luisteren, maar loopt een beetje vast. Zoals jullie zien. Maar ja, ik ga het even zo meteen even opnieuw repareren. Om zo te zeggen. En zo kijken. Even deze afwassen. Hele aanrecht helemaal clean weer. Alleen van deze even weer toegezetten. Net even heel even snel even bij de groep. Koffie lopen drinken. Kijk dan hoe prachtig schoon die is. Clean. Ja, dat doe ik gewoon even. En ja, lekker kerstmuziekje nog op. En even een paar dingen laten zien aan Jim en Rick. We waren nog even langs geweest. En kan jij even lekker hier zetten. En ik word morgenochtend zo lekker wakker gebeld door een begeleider. Want ik weet nu al van mezelf, ik ga het gewoon vergeten. En ik zat al hier met mezelf. Een snoer, juist. En ik heb trouwens ook niet laten zien. En ik had al reactie, wanneer ga je die korktaart maken? Nou. Hij is af, kijk wat een plaatje. En hij ruikt lekker. Super, super, super lekker. Oh. Nou eigenlijk in mijn gezicht zo erin. Wat moet ik dat doen? Boem. Nee. Eigenlijk had ik ooit een keer zin in om eigenlijk te slagen of iets in ons gezicht te gooien. Lijkt wel lachen. Ja, maar ik ga even tegen de koelkast doen. Dus. Maar ja, gaan we die binnenkort eten. Laat hem nog even daar staan. Hé, Ganja? Ja, je bent een grote vriend van mij, hè. Dus, maar ja, ik ga dan hierbij ook vlog afsluiten doen. Als vrede ik het weer. Dus, wat ik jullie in ieder geval wil zeggen is jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk, doen sowieso een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens opnieuw geabonneerd op mijn kanaal, zou het top zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in een goed nieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik hierbij, laters!